Hallo iedereen. Allereerst heel erg tof dat jullie interesse tonen in Agropitalica. Zoals jullie wel weten zal dit jaar een heel erg apart jaar zijn, dankzij corona. Vele van onze activiteiten hebben we al even moeten aflassen of uitstellen naar een latere datum. En wij als presidium vinden het heel erg spijtig dat wij jullie nog niet in het echt hebben kunnen zien. Dus daarom gaan wij een klein filmpje maken waar wij ons zelf in voorstellen. En ik ga met mezelf beginnen. Mijn naam is Jasper, ik ben 21 jaar oud, ik kom van Sint-Niklaas en ik studeer verpleegkunde. Als functie ben ik de quaestor, dat betekent eigenlijk dat ik alle financiën regel van de club. Mijn favoriete activiteit zijn de clubavonden en de korting. En mijn favoriete drank is eigenlijk alles waar alcohol in zit. Ik studeer zelf verpleegkunde, als jullie vragen hebben daarover of als jullie over iets anders willen praten, kunnen mij altijd sturen. En ik hoop dat ik jullie binnenkort kan zien. Hallo allemaal, ik ben Olivier, ik ben 22 jaar en ik zit in mijn derde jaar verpleegkunde. Mijn functie binnen de studentenvereniging is eigenlijk de meest belangrijke en toffe functie. Ik ben namelijk de praeses, behalve eigenlijk kort omdat ik eigenlijk de leider ben. Ik dirigeer mijn mede-presidiumleden naar welke taken dat ze moeten doen tegen wanneer. En ik zit onder andere de campussen voor waar ik meerdere keren met mijn mooie hamer op tafel kan slaan als jullie zich niet gedragen. Verder wil ik nog zeggen dat wij eigenlijk een vereniging zijn waar dat echt iedereen bij welkom is en waar dat de vriendschap eigenlijk echt wel centraal staat. Ik weet dat jullie bij mij altijd terecht kunnen voor eender welke vragen dat jullie hebben. Ook gewoon om gezellig puntje te drinken of om gewoon gezellig bij te babbelen over school. Verder wil ik nog zeggen dat ik enorm graag kart en enorm graag bowl en dat mijn favoriete activiteit daarbuiten toch ook wel natuurlijk wel ja, een kantjes is. Verder wil ik nog zeggen dat ik heel graag wel een rouge of een sherry schroefje drink. En ik hoop jullie allemaal van harte welkom te kunnen heten binnenkort bij ons in de studentenvereniging. Hey, hallo lieve feutjes. Ik ben dus Yannick, de vicepresis van het jaar. De vicepresis die is in eerste plaats de rechterhand van de presis. Dit jaar Olivier. Wat houdt mijn functie in? Ik moet eigenlijk alles kunnen. Wanneer dat er niemand niet is of zijn functie niet kan beoefenen, neem ik dat over, simpel. Voor de rest, ja. Een keer op de achtergrond hoor je mijn lievelingsliedje op een campus. The White Rover. Oh, never. Sex on the floor. En voor de rest, ja. Mijn favoriete activiteit is gaan karten, uiteraard. En ja. Wat zeg ik daar nog op? School. Mijn favoriete drankje. Ayane, hopelijk tot snel. Hallo, ik ben Lindsay. Ik ben 23 jaar en ik studeer verpleegkunde in de HBO 5 richting. Ik ben de schachtenmeester van het jaar. Wat houdt dat in? Is eigenlijk jullie verwelkomen op de activiteiten, jullie contactpersoon spelen tussen de andere presumeleden of andere leden. Ik regel ook de doop, de ontgroening en de schachtenopdrachtjes. Mijn favoriete activiteit binnen de club is kantussen. Mijn favoriete lied op een kantus is Kramamboli zingen. Mijn favoriete drankje is een duvel of waar daar toch wel wat alcohol in zit. En mijn guilty pleasure is de Yannick paste of kusjes delen de hem. Ik hoop dat jullie mij beter leren kennen aan de hand van deze filmpje. En hopelijk tot binnenkort, hopelijk ook in real life. Hou jullie goed, vooral. Bye! Hallo, ik ben Nikki, ik ben 24 jaar. Dit jaar ben ik meter van de club, dus als er ooit iets is, kunnen jullie altijd bij mij terecht. Mijn favoriete clubactiviteit zijn de kantussen natuurlijk. Mijn lievelingsliedje van zo'n kantus is My Bunny is Over the Ocean en Loch Lomond. En graag drink ik ook al wel eens een tequila sunrise. Hey iedereen, ik ben Pauline, ik ben 22 jaar en mijn functie is sport en cultuur. Wat houdt deze functie in? Namelijk de activiteiten organiseren, zoals een bowlingavond, karaokeavond, gaan karten. Maar ook in de paasvakantie zouden wij eens een weekendje weg willen gaan met de groep. Natuurlijk hangt dit allemaal af van de corona. Wat moet je dan nog weten? Mijn lieveling drinken is een gingini of een roosje. De liedjes dat ik graag zing op de kantussen zijn oftewel ons clublied of krambamboli. Voor de rest zou ik zeggen, zeker welkom bij Agropitalica, want het is een zeer toffe groep. Je leert de nieuwe vrienden kennen en eigenlijk wordt het je tweede familie. Dus allemaal welkom.
ben Jessica de Vlu, 24 jaar oud en 4 jaar lid bij Agropitalica. Dit jaar vervul ik de functie van PR. Dit houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor alle affiches te maken, zodat jullie naar leuke activiteiten kunnen komen. Hopelijk zien we jullie snel. Hallo, ik ben Lise en mijn functie in het presidium is eigenlijk scriptor en ik zorg dat er toch een agroliter altijd, of toch zoveel mogelijk, doorheen het jaar wordt uitgebracht met alle kleine nieuwtjes die in de studentenclub eigenlijk gebeuren. Van bepaalde activiteiten of zo, dan zet ik dat erin. Jammer genoeg nu natuurlijk met corona zal dat niet het geval zijn. Dus ik hoop dat ik er toch nog in het tweede semester wat meer in kan zetten. Maar hopelijk zie ik jullie allemaal eens op een clubavond of een of andere activiteit. Hola, ik ben Sophie. Ik ben 20 jaar. Sorry, de video mag maar 30 seconden duren, dus ik ga eventjes sneller spreken. Mijn functie is ab acties. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk de verslagen maak van alles wat er in de vergadering met het presidium wordt vertaald. En dat schrijf ik neer. Mijn favoriete... Shit, dat was ook alweer? Sorry. Mijn favoriete lievelingsdrank is een rougeke. Lekker. Mijn lievelingsactiviteit in de club is karaoke. Wat ik hou van zingen. En mijn lievelingsliedje om te zingen zijn eigenlijk het clublied en het groentjeslied. En dan gaan jullie zeker nog te weten komen hoe dat klinkt. Dus, succes! Hallo, ik ben Indy. Ik ben 26, bijna 27 jaar. En ik ben de Peter. De Peter, dat is eigenlijk een soort van vertrouwensfunctie, simpelweg omdat hij al x aantal jaren in de club zit, ook al veel kennis heeft van alles. Hè. Mijn favoriete drank, dat is whisky. Mijn favoriete liedje binnen de club, dat is Die Lore. Ga je nog wel leren kennen. En mijn favoriete activiteit binnen de club is eigenlijk de doop. Simpelweg omdat dat de plezantste activiteit is van gans uw studentenclubcarrière, zeg maar. Dus, I guess I'll see you soon.